Zo, daar zitten we weer, hè? Deze keer met een colaatje. Ja. Nou, jij een cola, ik met de Hennessy cola, maar dat weet jij niet, want ik heb met Hennessy erin gegooid. Ja, echt heel snel. Ja, heel snel. Ja, en het erg is, dit is niet eens cola zero, jongens. Dat hebben ze hier niet. Maar ja, helaas, dan maar mijn suikers. Ik met mijn Hennessy cola. Nou, gezellig dat je er weer bent. Ja, ook al zijn we niet echt verplaatst. Nee, we zijn niet verplaatst, we zijn weer doorgegaan. Ja, klopt. Ja, nu gaan we... Trend or trash. Dit is wel echt een van mijn favoriete dingetjes die ik doe. Ja, ja, snap ik. Want ik vind sommige dingen... De mode zien niet mooi, nee. Maar dat is bij heel veel mensen niet. Precies. Wat we tevoorschijn gaan halen zijn alleen maar high-end fashion brands en ook gewoon echt de gekste dingen. Ja. Ik pak ook de video van de kanaal van What It Is erbij. Ik vind hun video's heel tof en wij gaan erop reageren. Trend or trash? Oké. Louis Vuitton denim sneaker. Zou jij hem dragen? Ja, zeker. Ja, zou je hem goed kunnen stylen? Ja, sowieso. Ik vind Louis Vuitton maakt hele mooie sneakers. Het is ook tijdloos gewoon. Het is tijdloos misschien voor bepaalde mensen, maar ik vind wel dat dit wel gewoon een trendy schoen is. De laatste tijd, alle schoenen die Louis Vuitton maakt, wel echt seizoensgebonden. Oké. Dus ik vind het wel leuk voor een jaartje of zo. Maar er zijn wel echt sneakers dat ik denk van... Ja, maar dat is trend? Ja, trend, ja. Ik ga met je mee met deze. Ik heb bijna niks van Louis Vuitton. Ik vind het wel mooi daar, die van. Ja, zeker, zeker. Ik vind op dit moment Dior harder dan Louis Vuitton. Wil je mijn mening weten over Dior? Ik vind Dior heel vet. Ik vind Dior heel mooi. Ik vind niet alle items mooi, zeg maar. Maar het enige wat ik zo jammer vind van Dior en van Louis Vuitton is dat de mooiste spullen, het is allemaal zo overrated. En het is ook nog eens een keer massa. Ik heb een plastic schoen van Dior. Oh, die doorzichtige. Een doorzichtige. Oh, die is ziek. Ja, dat vind ik wel echt iets van jou. Ja. Oh, dat is just loud. Ja, wat hij zegt. Ze zijn loud, deze. Ik heb hem wel gezien met dat jasje. Volgens mij heb jij dat ook gedaan voor Prince Quincy. Ja, Prince stond hem heel mooi. Ja, stond hem heel vet. Was heel vet. Ik heb heel veel positieve reacties op gehad. Hij had een lichtblauwe versie. Hij had een lichtblauwe versie aan. Maar ik vind dit ook heel mooi. Ja? Ja. Ik moest er eerst aan wennen, want je ziet een beetje dat Arabisch-achtige of iets. Het is gewoon zijde, wat is verwerkt, zeg maar. En het is gewoon top. Dus, trend or trash? Trend. Ja. Ja, man, zeker. Yes. Ja, ik ga er ook wel in mee. Het is wel heel veel allemaal op een broek, maar it's trend. I love it. Ik zou hem er alleen niet voor betalen. Ik zou denk ik hooguit 500 ervoor leggen. Dus geef mij 50% sale of net iets meer en dan koop ik hem. Oké, hoeveel zou je er zelf voor leggen? Deze broek is gewoon, als hij uitkomt, moet je hem hebben. Het is misschien waarschijnlijk omdat ik een stylist ben. Ja, nee, snap ik. De nieuwste items gebruiken voor mijn klanten. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Oh, shit. Oh, de grasgroene broek van de Gucci. Ja, oh, je kent hem al. Ik vind het een leuke broek om te zien, zeg maar. Ik zou er niet eens 2 euro voor betalen. Nee. En ik zou het laten vermaken, want ik vind het allemaal te wijd. Ik zou hem wel hierboven zo laten. Ietsje smal aan de onderkant, zeg maar niet heel smal, maar dan wel een stuk eruit. Dus jij zegt hij heeft wel potentie, maar nu net nee. Sowieso trash. Iedereen die hier nu zit te kijken, dit is trash. Ik weet zeker dat er van die fashion influencers hem gewoon kunnen stylen. En dat ze die kunnen hem heel mooi stylen. Yeezy 350 Carbons. Wil je heel eerlijk mijn antwoord over dit? Alsjeblieft. Ik ben geen fan van Yeezys. Nee, ik ook niet. Van de Yeezys 350. Nee, ik ook. Nee. Ik vind het een leuke schoen voor degene die het dragen. Maar niet mijn ding. En ik hoop van iedereen die ze heeft dat ze heel lekker lopen. Geloof ik wel. Maar voor mij hoeft het niet. Nee. Ja, ik heb er ook zo mijn mening over. Je ziet er toch vaak voor die 16-jarige dunne jongens in. Dunne jongens met dezelfde type spijkerbroek als jou. En de colorway, het is fijn voor het matchen. Ja. Alleen, volgens mij heb ik ook gehoord, er zijn echt mega veel van deze gewoon gereleased. Dus hij is ook niet echt limited meer of zo. Dus klopt. Wij vinden het echt... Ik vind het trash. Nee. Hoeft voor mij niet. Trash. Off-white cap, helemaal uitgegeten. Kende je deze? Nee. Trash. Ja, echt kortom, dit is echt te heftig. Ja. Oké, next. Moncler. Vind ik een hele leuke jas. Ja? Ja, vind ik leuk. Maar dat komt omdat ik clip doe. Ik doe clips, dus ik vind jij ziet al gelijk iemand erin. Ja, iemand erin. Leuk. Ja. Het is wel echt een performing jas. Je doet goed op beelden, dus ik vind het trend. Ja, zeker. Ja, ik vind hem trash. Ten eerste, ik vind het logo veel te schreeuwerig. Moncler, ik vind het een beetje een verpest merk in Nederland. Ja, gewoon. Oh, kan. Ja. Maar deze is een mooie. Voor mijn doelstelling vind ik hem goed, want hij is lekker schreeuwerig. Hij kan leuk gesteld worden. Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Mason Margiela. Love it. Ja? Love Mason. Zo, maar die prijs. 2700. Ja, maar ik vind het echt een hele mooie jas. Ja? En ik hou wel van Margiela. Ik vind Margiela echt een heel mooi merk. Ja. Ik zou het niet voor neerleggen, zeg maar. Nee, snap ik. Ja. Maar het is wel een prachtige jas. Het is wel echt een modejas. Ik denk het stiekem ook wel, maar ik moet het toch wel trash zeggen. Sowieso voor de prijs. Ik heb wel eens een keer schoenen van hun gezien met die glue. Dus ik weet wel een beetje van hun. Ik heb schoenen van ze en ik heb ook wat t-shirtjes. Laatst een hele mooie hoodie gekocht. Ja, jij dus trend? Alleen de prijs niet. Ja, maar... de prijs niet. Maar ik vind het wel een hele mooie jas. Ja, ik moet zeggen trash. Ik zie mezelf er gewoon niet mee. Giuseppe, dat vind ik echt voorbij. Ik
kunnen we deze voorbij gaan zonder er hierover te praten? Is goed. Ja? Ja. Okay. Ja? Ja. Okay. Die simpele idee, hè? Nee, echt. Geen tijd, sorry. Nee. Als je één designer waar je gewoon, laten we zeggen, maar elke maand 10.000 euro te goed mag besteden. Nu, op dit moment? Ja. Ik ga toch wel voor de Prada. Okay. Vind ik echt heel mooi. Nog steeds. Ik vind hun broeken mooi. Ik vind hun jassen mooi van de afgelopen seizoen. Dat vind ik echt heel mooi. Het laat me gewoon denken aan vroeger. Oh ja, ja, dat snap ik. En dan bij mij staat denk ik. En de Jordans. Oké. En de Jordans. Ja, dit jaar. De Jordans Ones. Ja, 2020. Ja, trend. Ja, trend, zeker. Trend. Love it, love it, love it. Ja. Lopen lekker. Dunks ook. I love it. Zeker. Ik kan niks anders zeggen. Ik ga helemaal mee in de Jordans voor de schoenen. Ik zou echt gewoon bijna mijn hele closet inleveren voor alleen maar Jordans in bijna elke kleur en alles. Ik ook. Dan zou ik ja zeggen. Ja. Voor dezelfde ze prijs. Zo, zeg maar. Ja, ja, laat zeggen eentoniger. Ja. Maar maakt me niet uit. Nee. Ik zeg ja. En dan sowieso denk ik Amiri, Dior en een beetje Palm Angels. Dat zijn een beetje mijn brands. Ja, ja oké. Okay, ja. Palm Angels voor de tracksuits gewoon. Amiri voor de jeans. En Dior, ja, ik weet niet. Het is gewoon een trend nu. Ja. Alright. Jordan 4, cool gray. Ja, love it. Ja? Ja. Trend, mooi, ja. Is gewoon makkelijk te combineren. Zeker. Je kan ze over 2 jaar nog steeds aan. Ja. Love it. Ja, trend. Zeker. Ja, mee trend. Eens. Ja. Gucci hoed. Ja, love it. Ja? Ja, vind het vet. Ik vind het vet, omdat het zeg maar gewoon iets anders is. Ja. Het is print. Gucci dit jaar heeft een hele goede comeback gemaakt. Vind je? Ja, ik vind Gucci echt. Ik haat het echt. Ja, kan me voorstellen. Ja. Maar ze hebben een goede comeback gemaakt. Okay. Ik vind deze collectie leuker dan de collectie van 2 jaar geleden. Oeh. Ja, Palm Angels. Ja, ik vind hem super mooi. Alleen is dat rainbow, dat staat dus toch wel een beetje voor. Ja. Het ja. is voor Liberty, maar het is op zich. Nee. Het is niet erg. Maar ik vind hem verder wel mooi. Maar ik moet dan zelf zeggen trash. Ja. Oeh, MX1 jeans. We hebben nog keuze. Als je één paar van deze mocht kiezen, welke zou je kiezen? Ik zou voor de lichte kleur gaan. Oké, toch wel? Ja, voor de lichte kleur, omdat zwart is zwart dus. Ja, die heb ik toevallig ook. Ja. Maar ik vind ze beide mooi hoor. Ja. Ik heb ze beide ook gebruikt voor shoots dus. Ja, ik vind deze echt voor de bij. Ik match echt, moet altijd kloppen. En met zwarte jeans is het gewoon super makkelijk. En deze ga ik niet zo snel bij alles gooien zelf. Ook al kan het vast wel bij bijna alles. Dit is gewoon goed voor kleur, voor geen kleur. Ja. Het is een jeans, I love it. Ja, precies. Ik zou voor de zwarte gaan, maar ik vind het een trend. Ja zeker. Ja. Yes. Alleen de prijs, ja. Voor de prijs geen trend, nee, sorry. Precies. Ja. Maar nee, I love it. Ja. Gucci sneaker, de Flash Track. Toen het uitkwam vond ik het leuk. Ja. Het was weer iets anders, eventjes zeg maar, wat ik gewend ben van Gucci. Of ik het zelf zou halen, nee. Ik moet ook zeggen, trash. Ik zag hem een keer bij Doughboy, toen heb ik het zelf gepast. En ik vond het zelf bij mezelf niet mooi, maar bij hem was het heel mooi, ja. Deze, ik heb hem wel eens bij mensen gezien. Ik vind hem echt niks, maar ik denk dat jij hem wel voelt, hè. Hij is mooi. Nee. Het is een apart item van Dior. Ik vind het wel leuk. Okay. Ik vind hem leuk, ja. Alleen ook zo duur, jezus. Ja, maar ja, dat is Dior. Dus, snap je? Ja, daar kan je niks over zeggen. Ja. Nee, ik moet hem trashen. Okay. Het is wel een specifieke stijltje. Ja. Ja, daar hebben we het nog over gehad. Toevallig. Jouw merk, Prada. Maar deze toevallig, dit model. Vind ik wel heel tof. Okay. Maar dan de zwarte. Oh ja, precies. Ik vond het vorig jaar heel mooi. Ik vond het vorig jaar een van mijn favoriete modellen die ik leuk vond van Prada. Ja. Als ik nu de kans krijg om het te kopen, weet ik het niet. Voor de helft van de prijs. Ja. Ja? Dat doe maar twee. Ja, sowieso. Maar ik ga wel voor de andere model Prada nu dit jaar, omdat ik heel veel mooie heb gezien. Ja. Ja, oh ja, ik vond het trend, ik moet nu zeggen trash. Ja. Okay. Ook omdat ik gewoon een beetje dat, noem je dat ook weer? Chunky. Ja. Chunky, ik vind het weer een klein beetje voorbij. Zoals die Dior B22 zit er een beetje tussenin. Ja. Weet je? Ja. En dat voel ik nu gewoon wat meer. En ook Jordans valt ook mee met hoe chunky. Ja. Dit was het eigenlijk. Ja man. Ik vond het tof. De foto's die hij mij liet zien in het begin schrok ik. Ik ben een hartverzakking, maar ik wil jullie een fijne avond wensen. En peace out. Ja, precies. Abonneer, like en volg Mo Joette ook even op Instagram als je dat nog niet hebt gedaan. Voor de gekste outfits. Dat was hem. Later.